Tom van Hiefte, speler van de maand maart. Een woordje richten tot de supporters. Ja, het is een leuke ervaring denk ik, hè, voor mezelf. Ik denk dat we in maart een paar goede wedstrijden gespeeld hebben. Ik denk aan de treffen met Helmond Sparta. Waarin ik zelf ook drie maal scoren in die wedstrijden. Maar we als team ook volgens mij heel goed gefunctioneerd hebben. Alleen het resultaat tegen Sparta viel wat tegen. Maar ik denk dat we gewoon in maart wel een vrij goede maand gekend hebben. Ja. Het resultaat tegen Sparta viel tegen? Nee, tegen Helmond. Sorry, tegen Helmond. Het is ook zo dat jij behoorlijk veel scoort de laatste tijd. Ja, heb ik ook niet echt een verklaring voor. Normaal sluit ik het seizoen af met 5-6 doelpunten. Dat is gemiddeld als je de laatste jaren bekijkt. En nu zit ik aan 11. Ja, is misschien ook een beetje meer vertrouwen voor het doel. De voorbije jaren was ik ook vaak in die positie. Maar liep het net in de afwerking een beetje fout. En dat geluk heb ik nu wel mee. En ja, goed, ik ben wel blij met mijn 11 doelpunten. Ik had vooropgesteld om er 7 te maken dit jaar. Dat was een doelstelling van mezelf. Die heb ik gehaald. En nu, deze week ben ik geschorst. Maar volgende week tegen Fortuna hoop ik dat aantal nog een beetje aan te dikken. Is het dan ook zo dat de resultaten, laat ik het zo zeggen, de resultaten vielen de afgelopen weken, eigenlijk vanaf na de winterstop, vielen tegen. Tom van Hiefte kwam eigenlijk weer een beetje uit een dal. Klopt dat? Ja, klopt. Ik denk dat ik net na nieuwjaar wel in een dipje zat. Niet mijn normale spel kon leveren. Ik was wel van waarde denk ik, voor de ploeg in balverlies, maar in balbezit kwamen mijn kwaliteiten niet naar boven. En half februari is het een beetje gekeerd en met een goede maand maart. En ik hoop nog 2 wedstrijden 100% te kunnen knallen en dat niveau aan te houden en dan op naar de play-offs. Zeg maar. Zie je dat zitten, die play-offs? Ja, tuurlijk. Hè. We hebben eigenlijk onze doelstelling al bereikt. De voorbije 2 jaar zijn we telkens in de eerste ronde ingegaan en zijn we uitgeschakeld geweest. En dit jaar hadden we onze doelstelling gesteld om die tweede ronde te halen. En ik moet zeggen dat we daarin geslaagd zijn, ondanks alle dingen die dit jaar gebeurd zijn. Zeg maar. En we hopen toch ook zelfs die tweede ronde door te gaan en dan een derby tegen een eredivisieclub uit de buurt.